Het is de laatste week van de zomervakantie en dat betekent dat er weer veel bouwdorpen en kinderdorpen zijn. Zoals ook in Ede, Fantasieland op het kazerneterrein. Het is een jaarlijks terugkerend evenement waar kinderen hutten kunnen bouwen, maar ook heel veel activiteiten kunnen ondernemen. Dit jaar is het thema onder water en er is zeker op het terrein genoeg water te vinden om met water te spelen. Wij van Ixon gingen maandag meteen langs om een kijkje te nemen. Het is vandaag de eerste dag van Fantasieland. Hoe zijn de kinderen vanochtend binnengekomen? Het was ontzettend druk. En ze staan natuurlijk al heel vroeg, want ze willen natuurlijk niks missen. En staan natuurlijk te popelen. En het is mooi weer natuurlijk. En ook altijd natuurlijk een aantal kinderen die het spannend vinden om de eerste keer zo overweldigend iets terecht te komen. Niet weten wat er achter de poort staat. Dus voor sommige kinderen heel spannend en sommige kinderen kunnen niet wachten. Ja, maar ja, het is elk jaar is het wel een beetje hetzelfde, maar elk jaar hebben jullie ook weer een nieuw thema. Dus dat is ook spannend. Wat wordt het thema en wat is het? Nou, het thema van deze week is onderwaterwereld. Dus er zit een heel verhaal aan vast met een onderzoeker. Er komt straks ook een scheepswrak. En we nemen ze eigenlijk gedurende de week mee, zal ik maar zeggen, naar de ontknoping. Ja, want er moet iets opgelost worden. Ja, raadsels, dingetjes gevonden. Volgens mij zijn ze op zoek naar een wrak. Ja. Dat is dan het verhaal. De kinderen die kunnen hier allemaal activiteiten doen. Kun je kort vertellen wat voor activiteiten dat zijn? Het zijn er best wel heel veel, maar het meest bezocht is natuurlijk de bouw. Kinderen vinden het natuurlijk prachtig om natuurlijk een hut te bouwen. Hebben al een hamer bij zich en allerlei gereedschap om het zo mooi mogelijk te maken. En we hebben natuurlijk de crea, we hebben de danstent, we hebben een filmtent die ook heel goed bezocht wordt, ondanks het goede weer. Natuurlijk een limotent, een perfecte klimband hebben we natuurlijk ook nog, wat kinderen ontzettend leuk vinden. Je kunt naar het postkantoor, elke dag krijgen ze Fanta's geld op hun polsbandje, waarmee ze dus dingetjes, een winkelvergunning kunnen kopen, bouwvergunning kunnen halen bij het postkantoor, wat bij een normaal postkantoor natuurlijk ook kan. En wat hebben we eigenlijk nog meer? Oh, het outdoor natuurlijk, het water en fun. Dus we hebben eigenlijk wel zat te doen voor de kinderen. Ja, het is eigenlijk een hele leerzame manier ook om met geld om te gaan. Ja. Want denk goed na waaraan je het besteedt. Ja, precies. En dat je het ook kwijt kunt raken. Dat je goed op moet passen. Maar goed, ze hebben allemaal een polsbandje. Dus je kunt het ook laten scannen. Het op je banknummer zetten. Want je polsbandje is eigenlijk gekoppeld aan je bank. Dus dat kunnen ze ook op laten zetten. En het leerzaam is ook natuurlijk omdat we hier met groepjes werken, met kleurtjes werken. Dus je hoort ergens bij. Dat maakt het natuurlijk ook altijd leuk. Dat je ergens bij hoort, vaste leiding hebt, vast aanspreekpunt. Dat is natuurlijk ook altijd wel voor kinderen prettig, die ook voor de eerste keer komen bijvoorbeeld. Heb je al een bouwvergunning? Mijn vrienden wel. Dus daarbij kan je helpen? Ja. En wat willen jullie dan gaan bouwen? Ik denk een hut en dan dingen gaan verkopen. Ja, wat ga je dan verkopen? Armbandjes. Heb je die zelf gemaakt? Ja. En wat zijn dat dan voor armbandjes? Bloemarmbandjes. Oké, en is dat moeilijk om te maken? Nee. Nou, laat ze mij even voor de camera zien. Jullie hebben nu een supermooi terrein, maar ik merk al dat hier omheen wel wordt gebouwd. Kunnen jullie hier aankomende jaren blijven? Nou, of het echt, we moeten elk jaar toch maar weer vragen of de plek is. Hè? Want inderdaad, zoals je ziet, elk jaar staat er wel weer een mooi gebouw. Maar vooralsnog, volgens mij een stukje verschuiven nog. En moet het nog wel kunnen, maar het is elk jaar toch weer even afwachten. Het wordt van de week ook ontzettend, volgens mij, perfect weer. Niet te warm, niet te koud. Dit is echt perfect. Er staat een beetje een windje, weet je wel. Kijk, 32 graden is niet fijn, de regen is niet fijn. Eigenlijk vinden wij het een probleem, maar een kind maakt het eigenlijk niet uit of het regent of niet. Die heeft toch altijd wel plezier, maar het is wel perfect.